Zo, dat was lekker. 20 kilometer in de benen. Fit voor de dag. De fiets is eigenlijk altijd al belangrijk geweest voor Salzman. Het was eigenlijk vanuit vitaliteitsgedachte, dat is zo'n tweede natuur, daar worden we zo blij van met elkaar. Eigenlijk bedacht van ja, om de mensen, nog meer mensen uit de auto te krijgen en op de fiets, vitaal en lekker gezond, zijn we begonnen met het fietsproject. Hé, hey, kijk, daar heb je Herman, directeur Salzman. Hé, hey, Herman, lekker fietsen. Oh, yo, hoi. Allemaal Nederlanders, dus het moet ook wel wat opleveren. Behalve je gezondheid, het is natuurlijk fijn als het ook financieel wat oplevert. Nou, dat project hebben we zo ingezet dat het eigenlijk de voordelen aan alle kanten voor de medewerker opvalt. Dus behoud van reiskosten, je komt met de fiets, je hebt niet meer de autokosten. Dus uiteindelijk levert je het geld op. Je krijgt een renteloze lening vanuit Salzman. Die kun je in 3 jaar terugbetalen. De fiets is gewoon voor jou. Dus ja, weet je, die heb je lekker thuis. Er wordt thuis ook ontzettend veel gebruik van gemaakt. Dus het levert je en gezondheid, vitaliteit, voor ons minder ziekteverzuim. En het levert je ook gewoon geld op. Weer of geen weer. Je stelt je erop in, je hebt de goede materialen bij en het is zelfs heerlijk om in de regen te fietsen. Zelfs maar hebben we echt de elektrische fiets ingezet om het zo laagdrempelig mogelijk te houden om wel met de fiets naar het werk toe te gaan. En het past zo goed in ons vitaliteitsbeleid, het geeft ook een stuk verbinding. Jos, lekker op fietsje vandaag? Ja, ik zeker op de fiets. Nou, dagelijks 50 kilometer, hè? 50 kilometer, Jos? Ik woon op 25 kilometer afstand hier vandaan, dus. Zo. Ja, gewoon iedere dag, hè? Iedere dag, ja. Nou, vitale krijg je niet. Het is ook een stukje goed werkgeverschap. Het is heel makkelijk in te zetten. Er zijn hele goede regels voor vanuit de overheid, waardoor je heel gemakkelijk buiten de WKR-regeling een fiets ter beschikking kan stellen aan je medewerkers. En zet het op de agenda. Ga er gewoon mee aan de slag. Dus, MKB Nederland. Klik voor meer informatie naar defietsambassadeurs.nl.